De leden van de bond bij Telesur, TTWOS, zijn vanaf maandag in beraad. Dit houdt in dat zij elke dag van 7 uur tot 10 uur 's morgens vergaderen. De reden voor dit beraad is dat de CAO-onderhandelingen, die sedert januari dit jaar afgerond moesten zijn, nog steeds niet afgesloten kunnen worden. Volgens bondsvoorzitter Harvey Panka waren de leden moe van het wachten en hebben van het bestuur geëist dat zij actie moest ondernemen. Het resultaat is het beraad. Het kan er bij Panka niet in dat delen van de samenleving vinden dat telesuurders niet in actie hoeven omdat ze al veel verdienen. We krijgen loon naar werken. We werken eenmaal 24 uur. We zijn niet te vergelijken met andere afdelingen. We zijn bezig een totaal netwerk te vervangen van koper naar glasvezel. Dat zijn onze leden die dat doen. We zijn bezig Suriname helemaal te kofferen, te voorzien van televisie en van internet en van telefoon en van alles die erbij komt. Dat zijn we, onze leden doen dat. Dat doen we allemaal omdat we van ons bedrijf houden. En niemand moet komen vertellen dat we niet van Telesur houden. Want als we niet van Telesur hielden, waren we vanaf dag 1 helemaal in actie. En ik ga u vertellen. Vorig jaar hebben we wel incentives gehad. Maar geen loonsverhoging. Omdat de directeur heeft gezegd, de cijfers zien er niet goed uit. Dus we houden zodanig van Telesur. Terwijl alle andere bedrijven procentuele loonsverhogingen krijgen. Hebben we gezegd van... Nee, we geven de directie de tijd om orde op zaken te stellen. Dat hebben we gedaan in 2018. Dat hebben we gedaan tot half 2019. En is dit onze dank? Ik denk het niet. De TTWOS is aangesloten bij de Moederbond. De voorzitter van deze vakcentrale, Errol Snijders, was vandaag ook aanwezig op de algemene ledenvergadering om het bestuur en leden te ondersteunen. Volgens Snijders moeten de regering en directie van Telesur dankbaar zijn dat ze dit bestuur hebben. Omdat vorig jaar het bestuur akkoord is gegaan met een pas op de plaats. Dat betekent, ze hebben vorig jaar geen verhoging gehad. En daarmee hebben ze een bijdrage geleverd om dat bedrijf... in de gelegenheid te stellen om die dingen te doen die ze wilden doen. En als men dit jaar, en vooral als de directie zegt, vanaf januari gaan wij op een gegeven moment met jullie zitten en dan gaan we de dingen vlot trekken. En we zijn nu in juli. Ik bedoel, dat is toch, dat is niet correct. Snijders is het helemaal eens met de bondsvoorzitter dat bestuur en leden deze behandeling niet verdienen. Telesur-directeur Mike Antonius vindt echter niet dat de directie het bondsbestuur incorrect heeft behandeld. Volgens hem betreurt de directie het ook dat de CAO-onderhandelingen niet eerder afgerond konden worden. Vorig jaar het bestuur akkoord is gegaan met een pas op de plaats. Dat betekent, ze hebben vorig jaar geen verhoging gehad. En daarmee hebben ze een bijdrage geleverd om dat bedrijf in de gelegenheid te stellen om die dingen te doen. De voornaamste reden daartoe is omdat wij in het kader van goed bestuur ervoor willen zorgen dat onze financiële huishouding dat op orde is. Echter, waarvoor wij gekozen hebben, is dat de medewerker er nimmer onder mag lijden. Om die reden hebben wij in principe dit jaar al enkele uitkeringen gedaan. We hebben toelages uitgekeerd omdat wij in eerste instantie van mening zijn dat willen we dat de huishouding op orde is en willen we dat wij niet werken aan structurele verhoging van bepaalde kosten. Merken we op een gegeven moment dat er een situatie is waarbij het nadelig zou zijn voor het bedrijf, dan zouden we ervoor kunnen kiezen om de toelages af te schaffen.
Want belangrijk voor ons is behoud van arbeidsplaatsen. We willen rust op die arbeidsmarkt en dat is voor ons belangrijk. We komen vanuit 2016 uit een verliessituatie. We hebben allerlei red flags opgetrokken. We hebben dit steeds gecommuniceerd met de vakorganisatie. Desalniettemin hebben wij maandelijkse belastingvrije toelages gegeven. We hebben per kwartaal belastingvrije toelages gegeven. We hebben 5,4% salarisverhoging reeds gegeven. Vooruitlopend op afronding van onze jaarrekening 2017. We lopen er 2 achter. We zijn bezig met onze financiële rapportage om dat in te lopen en de inrichting op orde te krijgen. Deze dingen zijn we continu mee bezig en deze directeur gaat voor goed bestuur en ik ga er niet voor zorgen dat wij als bedrijf nog de medewerkers in een lastige situatie komen te verkeren. De ALV heeft tijdens het beraad van morgen besloten het bondsbestuur morgenochtend fysiek te ondersteunen wanneer hij in gesprek gaat met de directeur. Antonius vindt het geen goed idee omdat naar zijn zeggen er geen conflict is met de bond. Partijen zullen morgenochtend dus om de tafel gaan en het resultaat van dit gesprek krijgt u morgenavond in het nieuws. Het volledig interview met Snijders, Spanka en Antonius wordt vanavond rond 9:10 uitgezonden op kanaal 12.2. En intussen heeft de directeur een rondschrijven gestuurd waarbij hij het personeel oproept zich morgen normaal op de werklocaties te laten aanmelden. De reden is dat de jaarrekening is afgerond en partijen morgen in overleg zullen treden ter afronding van de CAO.